Nou, vrienden, het haringseizoen is vandaag begonnen. Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe bracht gisteren 56.500 euro op. Agnes Lewis, directeur van het Nederlands Visbureau. Wat leuk dat je erin bent. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, wat goed. Hey, en je hebt ze ook meegenomen? Natuurlijk. Mag ik even een hapje proberen? Ik zou er graag toe uitnodigen. Ja, okay, Eva ook. Ja, Eva ik ga het ook doen. Oh. Ik heb lekker uitjes bij, maar wat ik me nu afvroeg, want ik ging meteen eisen stellen. Ja. Ik vroeg me, mag er ook zuur bij? Of okay. Hebben jullie ook zuur? Maar jij vertelde Agnes dat dus helemaal niet hoeft. Ondertussen neem ik een hapje hoor. Nee. Oh, wacht, ik heb hem. Uiteindelijk eet je de haring van de staart het meest puur, zonder iets erbij. Oh, lekker. En misschien is het wel leuk om te vertellen dat de uitjes erbij eigenlijk ook van jaren her zijn. Dat was toen, zeg maar, de bewaring nog wel eens wat problemen opleverde. Om het vers te houden. Om het dan vers te houden. Ja. Toen waren de koelingen nog niet van vandaag, zeg maar. En dan gebruikten ze juist die uitjes om de smaak een beetje te gaan verdoezelen. Dus in principe kun je gewoon met een gerust hart heerlijk pure haring eten. Ja, alle toevoeging is een kwestie van smaak. En wanneer is een haring goed en wanneer niet meer? Hoe kan ik dat zien, ruiken, voelen? Staat er ergens een stempel? Nou, even haring in brede zin. Ja, heb je. En je hebt de Hollandse Nieuwe. Hè? Ja. En de Hollandse Nieuwe die wordt in een tijdsbestek van een week of 6 tot 8 gevangen. Zeg maar tussen eind mei en begin juli. Nou, die worden dan gezouten, gepekeld. Dat speciale procedé wat het tot Hollandse Nieuwe maakt. Ja. Die gaan in beginsel allemaal die vriezer in. En de vishandelaar of de visdetailist, de avond van tevoren haalt hij ze uit de vriezer. Ah, en dan gaat hij ze schoonmaken. Dus het is het lekkerst als die, zeg maar, dagvers is. Ja, ja. Nou, ik vind hem goed smaken. Ik kijk wel eens Friends. Heel weinig, eerlijk gezegd. Oké, okay. Want er is, ik moest een beetje denken aan een liedje wat ze daar wel eens draaien. Jullie kwamen binnenlopen en toen had ik... Smelly cat, smelly cat, what are you feeling in you? Everybody! Ja. Daar moest ik een beetje aan denken. Het ruikt goed, hè? Een frisse, visse geur, zeg maar. Ja, Ron uit Nistelrode, die heeft ook even een vraag voor je. Ron, goedemiddag. Goedemiddag. Stel je vraag maar. Nou, ik vroeg me eigenlijk af wanneer het eigenlijk Hollandse oude is. Bij de viskraam noemen ze het vorige week nog steeds Hollandse nieuwe. Terwijl die eigenlijk vanaf deze week pas verkocht wordt. Oh, goeie vraag, Ron. Hollandse nieuwe heet het vanaf de startdatum tot en met september. Daarna noem je het maatjesharing. Maar, dus... En eerlijk is eerlijk, de vishandelaar die zeg maar zijn vlaggen voor een hoop geld heeft gekocht of zijn spandoeken en denkt van nou die laat ik lekker hangen. Ja. Die is uiteindelijk niet echt heel eerlijk bezig. Nee. Krijgt hij een boete van het visbureau? Nee, wij zijn geen politiebureau. Oh. Precies. Dat ga je ook controleren, ja. Goed, onze collega's van de ochtend, Martin Wietsen, die hebben dus nog nooit haring gegeten. Ze belde mij vanmorgen met de vraag of je twee visjes zou willen achterlaten, zodat ze die morgenochtend kunnen proberen. Ja, die hebben we net zorgvuldig verpakt. Oké, heel goed. En die staan voor ze klaar in de koeling. Ja, want daar hadden we vanmorgen nog eventjes een klein dingetje over. Namelijk, mag het wel in de koeling? Jazeker. Oké. Okay. Jazeker. Is dat niet erg voor de smaak? Ik zeg, ze gaan uiteindelijk allemaal worden ze ingevroren. Ja. Direct na de vangst. Dat is ook een wettelijke verplichting. Oh ja. En als je ze gaat nuttigen, dan worden ze ruim van tevoren uit die vriezer gehaald. En dan gaan ze in de koeling. Ja. Daar moet je ze dan natuurlijk niet 5, 6 dagen laten staan. Nee. Maar dan kun je ze gerust 1 of 2 dagen bewaren. Je hoort Agnes Lewis van het Nederlands Visbureau. En omdat we jou willen bedanken voor de lekkere vis, ben jij vandaag bij ons het. Het lekkere wijf. Van 4:15. Het lekkere viswijf. Van 4:15. We hebben ook een mooie oorkonde voor je. Oh, daar word ik wel heel blij van. Ja. Maar ja, echt waar. Vind ik tof. Nou. Net vers gesigneerd ook. Ja, vers gesigneerd. Hey, dankjewel. Ja, dankjewel. Hey, leuk dat je er was. Geniet met z'n allen van die heerlijke haring. Het wordt uitdelen bij Q-Music. Allemaal eens smakelijk. Q-Music, Q is good for you.